ga ik even weer wat preilintjes snijden. Voor de preilintjes gebruiken we gewoon het groen van de prei. Dus bij de meeste mensen het afval. Maar ja, voor te garneren werkt prima. Je snijdt hem als die nog rauw is. In dunne reepjes. Zodat je straks er leuk mee kan knopen. Hetzelfde als je de prei krokantjes maakt. De truc van prei krokantjes is dat je de prei eerst blancheert, hè, zodat die gaar is, en dan frituurt, zodat je, ja, dan wordt die net even steviger. Dus dan blijven ze knapperig. Nou, ondertussen is het water gaan koken, zodat we de preilintjes even kunnen blancheren. Het is gewoon een kwestie van heel even in het warme water, dat ze net even weer slap worden. Heel even een minuutje doorkoken en daarna gelijk weer koud spoelen, anders wordt het weer te slap, zeg maar. Okay. Nou, ondertussen gaan we de flensjes alvast even bakken, kunnen die ook afkoelen. Flensjes in een heel klein beetje olie, nooit te veel. Als het te veel olie is, dan krijg je ze niet zo heel mooi gebakken. Er zit ook al namelijk olie door het beslag heen, dus dat maakt dat flensje mooi bakt. Je kunt zien als er walm uit de pan komt, dan is die pan goed heet. Beslag je altijd even goed door. Roeren. En netjes verdelen in het pannetje. Dat je een mooi flensje krijgt. En het mooiste is zo dun mogelijk bakken. Dat is ook het lekkerste voor het eindresultaat. Je ziet nu dat die bovenop aan het stollen is. Nou, door de olie erin zie je dat hij een klein klimmetje erop komt. En dat is het teken eigenlijk ook om hem om te draaien. Zie je, dan krijg je een mooi egaal gebakken flensje. Moet ook niet te zwart zijn. Dat is ook niet lekker. Moet mooi egaal bruin zijn. Nu gaan we de basis maken voor de crème brûlée voor geitenkaas. Dat is ook een leuk hapje. Die kunt u als een kanelletje serveren of uitsteken. En dan leuk op een bordje doen. Voor de crème brûlée hebben wij nodig een beetje melk. Die melk zet ik zachtjes op. Door die melk doen we een teentje knoflook. Knoflookje laten we even meetrekken. Een beetje zout. En een beetje peper. Dan uiteraard, als de melk zo meteen wat warm wordt, die begint al een beetje warm te worden, omdat het niet al te veel is, gaan we daar het middenste van de geitenkaas, dus we snijden de schimmel eraf. Dat is niet lekker door de crème brûlée heen. De schimmel gaan we afsnijden. Dan snijden we de kaas eventjes in grovere stukken. En dan gaat de geitenkaas bij de melk. De geitenkaas is vrij zachte kaas, dus die smelt vrij snel. We gaan zo meteen wel even met staafmixer in. Uiteraard niet te schuimig maken. Dat is niet lekker voor crème brûlée, het moet wel een crème blijven. Ook doen we door de crème brûlée voor de zekerheid wat gelatine. Dat is makkelijker ook bij het opstijven. Nou, op zo'n kleine hoeveelheid gebruik ik twee blaadjes. Die leg ik even in het water. Ondertussen is de melk al warm geworden. Die halen we nu eraf. En dan gaan we voorzichtig met de staafmixer fijn malen. Is zo goed. Heel eventjes nog terug op het vuur. Dan heb ik hier de eidooiers. Bij de eidooiers doe ik een klein scheutje room.
doorheen. Zou je eventueel nog iets smaakstoffen tegenaan kunnen doen? Maar in principe heeft hij genoeg smaakstoffen. Eidoor is eventjes losvoegen. En dan het mengsel uit de pan altijd eventjes zeven. Blijven restjes van de gelatine. Dan als de gelatine zacht is, goed uitknijpen. Niet veel water bij komt en bij het warme mengsel gooien. Alles goed doorroeren. Dat het mooi egaal mengsel is. We gaan het mengsel dat we hebben gemaakt in de oven verder gaar maken. Dat kan op verschillende manieren. Als je de gelijn onderin zit, dus even goed doorroeren. Alles zo goed opgenomen wordt. De aperij wordt nu verder gaar gemaakt in de oven. Op zo'n 90 graden en dan een uurtje lang. Hij mag niet kleuren, maar hij moet wel gaar worden. Je kunt hem ook au bain-marie doen, dus dan in een bak water en dan in de oven op 200 graden. En dan kunt hem ook in een steamer doen.